Dames en heren, beste thuisbioscoopliefhebbers, welkom terug op ons YouTube-kanaal Dovel TV. Ik had het beloofd in mijn laatste video, Soon I Will Return. En hier zijn we met de Epson, de Home Cinema Beamer, de EHLS-11000W. Van de Epson, de EHLS-12000, hebben we reeds een reportage gemaakt en nu is het de beurt aan de LS-11000. Ladies and gentlemen, mesdames en messieurs, dames en heren, Herr Beethoven, ik nodig u graag uit om te blijven kijken, want ik heb heel wat interessant om u te vertellen en ook heel wat interessant om u te laten zien wat deze beamer kan, de EHLS-11000W van het merk Epson. Ik heb alle specificaties netjes op een blad papier vermeld, zodat we zeker niks vergeten. Het beamertje moet betaald worden, het heeft zijn prijs. Een leuke adviesprijs trouwens, hij is gezakt van 4.699 euro, dat was september-oktober 2023. We zijn nu maart 2024. Een euro minder als 4.000 euro. Interessant om te weten. Hier onder deze video, in de beschrijving staat een link. U klikt erop, en gaat naar onze website en u vindt daar of u ziet daar een fantastische nettoprijs. Dus kijk zeker naar onze website. Wat gaan we nog kunnen melden? Interessant om te weten, de afmetingen. De afmetingen van deze beamer. 520 mm breed, de diepte 447 mm en de hoogte 193 mm. We gaan even een turken doen. By the way, dit is de overzichtelijke remote controle, de afstandsbediening. Kijk een keer. Voilà. Prachtige beamer. Mooi afgewerkt. Ziezo, dat was de Tour de France, of de Ronde van Vlaanderen. Binnenkort komt die er trouwens aan, de Ronde van Vlaanderen. Moet fantastisch zijn als we dat met deze beamer kunnen bekijken. Het gewicht, jawel, niet onbelangrijk, 12,7 kilo. Dus als u hem op een tablet zet, houd er rekening mee, stevig genoeg. Of u hangt hem aan de plafond, een goed ophangsysteem voorzien. Beste vrienden, dit is een van de stilste beamers op de markt. Slechts, u hoort het goed, of u hoort het niet, 22 dB. Dat is muisstil. Ik zal u straks tonen of laten horen als u iets hoort. Ik laat u ook eens graag het ventilatorgeluid horen. Dat is minimaal. Spectaculair, slechts 22 dB. Dat is echt fantastisch, hè? Ook interessant, de toevoer van de koude lucht gebeurt opzij. Voilà. De toevoer gebeurt opzij. Ja, en de afvoer van de warme lucht hier. Koude luchttoevoer langs de zijkanten. Warme luchtafvoer. Aan de voorzijde, dus hier aan de zijkanten, koude luchttoevoer, warme luchtafvoer aan de voorkant van de Epson LS11000. Dan de zoom, fenomenaal. Gaan we u laten zien. 2,1, jawel, 2,1 zoom. Elektronisch. Dus niet manueel te gaan, kan het elektronisch instellen met de remote controle. En dan, heer en meester, de lensshift, ook elektronisch, dus verticale lensshift van 96%. Ik denk om juist te zijn 96,3, maar enfin, die 0,3, wat dat dan nog te betekenen heeft, maar 96% is echt enorm, enorm veel. Wij kunnen hem bij ons in de demo zelfs zodanig hoog plaatsen tegen het plafond. En die moeten wij niet omkeren. Dus het beeld komt echt fenomenaal naar beneden. Een dikke 96%. Horizontale lensshift. Hoeveel is dat, Kurt van der Velde? 47% horizontale lensshift. Dus dat wil zeggen, die lens hier hoeft niet perfect loodrecht in het midden van het scherm te staan, maar die mag een beetje afwijken. Dus laten we zeggen, een goede halve meter dat dat kan. Ik raad altijd aan, als je hem perfect kan plaatsen, loodrecht,
zeker doen, dat kan geen kwaad. Wat hebben we nog? De lichtsterkte uiteraard, 2500 ansulumen. Ik ga je straks ook dus de beelden tonen tijdens de dag, wat dat betekent met deze beamer. Als er al wat minder licht is en nog ons kunstlicht aan is, dus via de lampadairtjes. En dan ook natuurlijk in de meest perfecte omstandigheden, als het volledig duister is, dat komt echt het contrast ten goede, de HDR, alles wat je maar wil, dan heb je echt het meest filmische beeld. Prachtig om naar te kijken, zeer smooth om naar te kijken, dus echt op en top. Zegt u nu 2500 ansulumen lichtsterkte, dat is me veel te weinig, want ik kijk graag tijdens de dag, als er veel licht is, naar tv, sportwedstrijden, whatever, dan hebben we voor u een gouden tip. Ga dan naar de Optima, de UHZ65LV, en die geeft 5000 ansulumen. 5000 ansulumen, ongeveer in dezelfde prijsklasse. Kijk ook naar onze video dus van de Optima UHZ65LV. Maar ik kan u zeggen, deze beamer is het meest optimaal wanneer je 's avonds of in volledige duisternis naar film kijkt, geeft deze beamer het meest filmische beeld. Echt waar, het meest filmische beeld in de prijskategorie dat wij de beamer kunnen aanbieden. Dus een prijskategorie, dan spreken we tussen 3.500 à 4.000 euro, is deze beamer echt top. Wat hebben we nog? Een dynamisch contrast. Het aanbod is 2,5 miljoen op 1. Ik heb het geteld. Nee, ik ben gestopt op 2 miljoen. Dus een fantastisch contrast. 2,5 miljoen op 1. Dat is top. Hij is compatibel om HDR en HDR10 Plus weer te geven. Dus meer moet dat niet zijn. Fantastische kleuren. 3D? Nee, geen 3D. Dat kan je wel hebben, dus weer al bij de Optima UHZ65LV. Daar is nog 3D mogelijk. Bij deze Epson geen 3D. Zo simpel is dat. Wat hebben we hier nog? Ja. Is deze beamer capabel om op kantoor te zetten? Ik zeg ja, als je het goed kan verduisteren. Dus niet potdicht zwart, dus niet volledig donker, maar toch iets of wat verduistering, zal je ook straks zien tijdens de beelden die we kunnen laten, die we gaan tonen, wat dat het betekent met veel licht, weinig licht en volledige duisternis. Dus voor op kantoor, ja, maar niet ideaal. Ook weer, moet je dan naar een beamer gaan, enfin, dat moet niks, dat moet juist niks, zoals Wout van Aert zou zeggen. Maar dan kan je toch beter kiezen voor een beamer op kantoor die 4.000 tot 5.000 ansulumen kan aanbieden. En daar raden we ook meestal een Optima aan, dat die toch prijskwaliteit zeer goed zijn, vooral in die lichtsterkte van 4.000 tot 5.000 ansulumen. Maar zoals we zeiden, deze Epson biedt het meest zachte beeld aan, dus echt smooth, filmisch, alles erop en eraan. 4K native? Nee, hij biedt wel 4K via de eShift 2 technologie. Nu, als je dat vergelijkt, we hebben dat perfect kunnen vergelijken, zetten wij een Optima UHZ66 op, of een Optima UHZ65LV, dat is eigenlijk de meest eerlijke vergelijking, zit in dezelfde prijsklasse, we spreken dan 3.000, 5.000 tot 4.000 euro, dan is de Optima, de UHZ65LV, gaat die een scherper beeld geven. Echt ultra, ultra scherp. Maar als we vergelijken met de, als we lang kijken naar de Epson, die dat 4K eShift 2 technologie aanbiedt, dan zie je dat deze Epson een meer filmisch beeld geeft, ja? Smoother is en dus aangenamer, rustiger is om naar te kijken. Dus je gaat wel merken, Optima ultra scherp, Epson scherp, maar je merkt dat niet enkel en alleen die scherpte van belang is bij een beamer. Dus er zijn nog andere zaken die rol spelen, de natuurlijke bewegingen in het beeld. En deze Epson, als het nodig is, je hebt 3 stappen dat je kan instellen voor de motion flow. Je moet er, wij zetten die op de minste stand, dus op de laagste stand. En dan is dat echt een mooi, supernatuurlijk beeld bij deze Epson. Dus ik ga zeggen, bij mij persoonlijk komt deze Epson
boven de Optima UHZ65LV. Het ligt zeer kort bij elkaar. Maar als je de Optima met de Epson vergelijkt, ook in kleuren. De kleuren zijn spatten van het beeld bij Optima, sowieso. Maar als je vergelijkt met Epson, is dat allemaal wat zachter en rustiger voor het oog. Dus algemeen, maar ik blijf erbij, beste vrienden, het is echt een luxe probleem. Hè. Heeft deze Epson Beamer luidsprekers ingebouwd? Nee, dit is een pure home cinema beamer. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000, 5000, 10.000, 20.000 uur, beste vrienden, kan u kijken naar deze beamer. En dat is dankzij de laser engine die hierin voorzien is in deze Epson, de LS11000W. 20.000 uur, dat is toch wel een paar jaar kijken ze. En als je echt niet veel kijkt, is dat volgens mij 10, 15 jaar. Kun je je voorstellen? Op dit toestel is ook 5 jaar garantie. Dus 5 jaar garantie op deze LS11000W. Op de laser engine ook 5 jaar. Ofwel, daar is zo'n kleisterke tussen haakjes. En dat wil zeggen, ofwel 12.000 uur. Maar dan moet al veel kijken om dat op 5 jaar op te krijgen. Ofwel dus 12.000 uur. Maar ik geef een voorbeeld. Stel, je hebt 3 jaar en een half of 4 jaar gekeken en je hebt je 12.000 uur. En dat zou iets zijn. Dan heb je de prijs. Zo werken die eenmaal. Maar het is toch al een zeer, zeer goede garantie. Zeer lang en veel uren kijken. Beste vrienden, ik heb alles met u overlopen. Zoals we zeiden, we tonen u straks nog graag uitgebreid beelden wat de projector kan aanbieden. Projectie tijdens de dag, met kunstlicht aan en volledig duister. We gaan beelden tonen van ons YouTube-kanaal Dovel TV. Dus we hebben dat opgenomen met een iPhone 13 Pro en in een resolutie gewoon Full HD. Het gaat niet 100% realistisch zijn, zoals u hier bij ons zal kunnen bekijken. Ja. Maar het geeft toch al een indruk, een eerste indruk, een gevoel wat deze beamer u kan aanbieden. En zoals we altijd zeggen, dank u wel voor het kijken. Thank you very much to subscribe, stay tuned. En zoals u weet, soon I will return. De beamer staat op een goede 6 meter afstand ten opzichte van het scherm dat 3 meter breed is. En we gaan nu het beeld maximaal uitvergroten met een zoomfactor van 2,1. Projectie tijdens de dag. Lichtinstelling van de beamer, de LS11000. Heldere cinema. Projectieafstand een goede 6 meter. Dus dit is heldere cinema, stilstaand beeld van Dovel. Breedte van het scherm 3 meter. We gaan eens testen wat het geeft van heldere bioscoop overschakelen naar levendig. Ziezo wat het geeft. En dan gaan we een keer kijken naar dynamisch, dus projectie tijdens de dag. Achter het scherm zijn ook de gordijnen open. Dan gaan we een keer naar dynamisch. Ja, dat is inderdaad wel wat klaarder. In het echt toont het ook nog wel wat klaarder dan op de video hier op de iPhone. Ziezo. Dus met maximale light output 2500 ancelumen van de Epson LS11000. We hebben het kunstlicht even uitgedaan, nog altijd projectie tijdens de dag. Gaan we een keer terug van dynamisch naar heldere bioscoop. Oké, kunstlicht uitgedaan. Dat is inderdaad wel wat zwakker, heldere bioscoop. Levendig. Ja, en dan dynamisch.
Oké, in orde. Ik laat u ook eens graag het ventilatorgeluid horen. Dat is minimaal, spectaculair, slechts 22 dB. Dat is echt fantastisch, hè? Projectie tijdens de dag, instelling, een heldere bioscoop. Ja, goed zo. Dat is een opname van in Mechelen, opgenomen met de iPhone Full HD. Dus hier hebben we een 4K e-shift. Dus toch nog redelijk scherp beeld. Maar het is en blijft een opname met iPhone, dus met native 4K beelden van Blu-ray of van Apple TV komt dat allemaal nog wat strakker. Gaan we een keer overschakelen naar levendig. Het wordt al wat beter. En nu dynamisch, dat wordt dus nog klaarder. Hè. Ja, dus met zijn 2500 ancelumen tijdens de dag, gordijnen open, dus nergens verduisterd, valt dit nog te doen. Uiteraard, een beamer met 4.000 of 5.000 ancelumen zou een klaarder beeld geven. Maar zoals we zeiden, dit is een echte home cinema beamer. Maximaal 2500 ancelumen. Contrast 2,5 miljoen op 1. We hebben de gordijnen laten zakken. Nog altijd projectie tijdens de dag. Dan gaan we een keer kijken. We staan momenteel in de beeldmodus heldere bioscoop. Dus dat geeft toch al extra verduistering met de gordijnen achteraan het scherm dicht. Projectie tijdens de dag. En je ziet het, zelfs een degelijk beeld op heldere bioscoop. Dat is goed zo. Dus op heldere bioscoop. Ja, een degelijk beeld. We gaan direct een keer kijken wat het zegt als we het beeld op levendig zetten of dynamisch. Gaan we een keer meteen kijken ze, voilà, naar levendig. Ja, dat krijgt iets meer contrast. Dat is Margaretha van Oostenrijk dat we net zagen. Het klakkenhuisje in Mechelen. Het beroemde klakkenhuisje. De grote markt in Mechelen. En dan gaan we een keer naar dynamisch. Ziezo, dat wordt dan allemaal wat klaarder. Nu, zoals gezegd, dit beeld is nu niet echt super scherp, gefilmd met de iPhone op 1080p. De Sint-Rombouts-kathedraal. Drie keer in mijn leven op geweest. Hoeveel is het? 94 of 97 meter, ik weet het niet meer van buiten. Maar je bent er toch even zoet mee. Onze fantastische Sint-Rombouts-kathedraal. Dus hopelijk heeft u zo al een mooie indruk wat het geeft. In de verschillende settings en toch nog altijd daglicht en dan wel de gordijnen achter het scherm toe. Maar we kunnen toch al naar televisie kijken. Dan gaan we een keer onze lichtjes uitdoen. Projectie tijdens de dag. Dynamisch instelling van het beeld. Ziezo. De lights on. Altijd wat meer sfeer. Alright. Nu gaan we eens zien hoe snel het gaat als we de beamer uit bedrijf zetten. Dus voilà. Een beetje koeling nog. En het is gedaan. Zo snel gaat dat bij deze Epson LS 11000. Koude luchttoevoer. Langs de zijkanten, warme luchtafvoer aan de voorzijde. Dus hier aan de zijkanten, koude luchttoevoer, warme luchtafvoer aan de voorkant van de Epson LS 11000. Voor de thuisbioscoopliefhebbers die zich afvragen welk scherm is dit? Dit is een tension screen, 3 meter breed, 16 op 9. Dus u ziet hier de koord opzij die het doek opspant. De doeksoort is light grey, dus met een gain 0,8. En dat verbetert het contrast
En dat is ideaal om lang te kijken, dus rustgevend voor het oog. Dit scherm hangt hier al zeker 15 jaar, dus nog in perfecte staat. Light grey, 3 meter breed, 16:9 scherm. Prijzen kan u ook raadplegen op onze website of u kan het ook aanvragen per e-mail. Alles is perfect mogelijk op maat. Dus we kunnen een extra zwarte boord voorzien van 30 centimeter of zelfs 80 centimeter of nog meer. Als je met een extra hoog plafond zit en het scherm dus extra wil naar beneden laten zakken, dat is allemaal mogelijk. Maatwerk, dat kan. Voor wie niet graag de remote controller gebruikt, heeft Epson ook nog hardkey toetsen hier voorzien. Aanuit de source en dan hier achteraan het toestel ook nog een aantal toetsen voor de instellingen. Maar ik kan me inbeelden dat voor 99,9% deze remote controle zal gebruikt worden. Mag ik u aanbieden de remote controle van de Beamer van de LS11000. Even scherp stellen. Zeer handig is deze toets voor de verlichting van de remote controle wanneer het duister is. En het zijn handige en zeer goede flexibele toetsen. Ze reageren zeer snel. Ziezo. Ik wist dat u het ging vragen, beste vrienden. Hoe ziet die eruit, die remote controle, bij gebruik bij volledige duisternis? Ziezo. Zoals u kan zien, alles netjes zichtbaar, overzichtelijk. Er gaat stilletjes uit. Tijdens het testen van deze Epson LS11000 gebruiken wij een Supracables HDMI kabel, een 2.1 AOC, dus een Active Optical Cable. Ziezo, hier is hij aangesloten. Een kwaliteitsvolle kabel en dat geeft ons het meest perfecte beeld dat we kunnen bekomen op deze Epson LS11000. We zijn een goede 18 uur 's avonds. Een klein beetje licht buiten. Dus u ziet er al een mooie sfeer daar op het projectiescherm. Kathedraal in Mechelen, Sint-Rombouts kathedraal. We zitten momenteel in de beeldinstelling Heldere Cinema. Dus full AD opname met de iPhone 13 Pro. Het zijn toch degelijke scherpe beelden. U ziet het mooie contrast. Alles wat je maar wil. De Grote Markt in Mechelen. Dus dit met de Beamer, de Epson, de EH-LS11002. Maximale lichtuitput 2500 ansulumen. En momenteel wordt er 75% van gebruikt. En voilà. Nog steeds dezelfde situatie, 18 uur 's avonds. De beeldinstelling staat nu op levendig. Dus dat komt wat meer contrast naar boven, wat meer licht. Dus beeldinstelling levendig, dus de kleurmodus levendig. Dus nog altijd in Mechelen aan het filmen op de Grote Markt, daar het klakkenhuisje. Dus je ziet hier de sfeer met de lichtjes aan. We gaan een keer de lichtjes uitdoen. Voilà, dus buiten 18 uur 's avonds. Kijk. Dus kleurmodus levendig. Nu staan we op de kleurmodus dynamisch. Dus maximale light output, 2500 ansulumen, 6 uur 's avonds. Zoals u kan zien, dat is toch wel helder. Hè? En nog degelijk scherp, dus rekening houdende opname iPhone 13 Pro, Full HD. En dus de Beamer gaat dat upscalen met zijn A-Shift 2 technologie naar een 4K. Maar dus dat is nog geen 4K native,
maar het komt dicht in de buurt. Dus dit is de maximale light output. De lichtjes uitdoen en u ziet het, zo wordt het super klaar. Nu, is dat nodig? Voor mij persoonlijk moet dat niet. Ik kan het al mee leven als we dat zelfs op heldere bioscoop zetten. Is dat voor mij ook goed? Ja, dan wordt het rustiger om naar te kijken. We gaan een keer testen in cinema-modus, wat dat zegt. Ja, dan wordt het nog wat rustiger. Maar dan moet het nog duisterder worden, dus bijna volledig donker, om in cinema-modus te gaan kijken. En dan komen wel de kleuren en de contrasten komen nog wel beter naar voren. Dat is wel een feit. Ja. Cinema-modus. Buiten nog wat klaar. De lichtjes uit. Dan wordt het zeer ontspannend om naar te kijken. Zoals je kan zien, goede HDR-kleuren. Contrast in orde. Ja. We gaan een keer overschakelen terug naar heldere cinema, of heldere bioscoop. Ziezo. Wordt weer al wat klaarder, dat is inderdaad, ja. Het krijgt wat meer de aandacht. Het hoeft niet klaarder te staan uiteindelijk. En voilà. Lichtjes uit. Dus dit zijn de beelden die we kunnen meegeven rond 6:30, 7:00 s'avonds. Nog wat licht buiten. En dus hier ons mooie beeld. Tot straks als het volledig duister is. Tot straks. Dag. Bij deze opname wil ik u graag de scherpte van het beeld tonen. Dus met de Epson de LS11000, die een 4K E-Shift 2 technologie aanbiedt. Ziezo. Dus met de verlichting aan. Dus u ziet het, de projector staat op een goede 6 meter. Degelijk scherp. Ja. Een keer de verlichting uitdoen. Dus dit beeld zien we nu ook zeer duidelijk, goede contrasten. Je moet weten, de beamer is nog niet tot in de perfectie afgesteld, hè, beste vrienden. Dus het is nog allemaal standaard, hier op cinema-modus nu. Kijk hier. Dus dit was het. Het is nu buiten volledig donker. Alles is verduisterd hier ook. Dus enkel met kunstlicht aan. Dus hier ziet hem hier staan. De Epson LS11000, de witte versie. Hier zien we ons beeld. Kleurmodus, of soms noemen we dat beeldmodus. Ik vergis me soms. Dus in cinema-mode. We gaan nu de lichten uitdoen en dan ziet u het optimale beeld. Hè. Fantastisch. Mooi. Zeer rustig om naar te kijken. Vlotte, bewegende beelden. Zie een keer. Meer moet dat niet zijn. En dat is dus de kracht van de Epson, de LS11000. Optimaal contrast, dynamisch contrast tot 2,5 miljoen op 1. 2,5 miljoen op 1. Lichtjes nog even aan. Dan gaan we een keer overschakelen naar een heldere bioscoop. Dat is ook persoonlijk mijn favoriet. Dan gaan we een keer even terug naar onze vorige beeldjes. Oké, dat is goed. Even uitdoen hier. Dus we zitten nu in heldere bioscoop. Kleurmodus, beeldmodus. Voilà, gaan we even kijken. Ziezo.
Dan zijn we weer met de kaarsjes en we doen het licht uit. En ook ja, een zeer goed beeld, hè. Je moet er altijd van uitgaan, dit is een simulatie. Dus als u dat in de realiteit komt bekijken, is dat nog meer overweldigend dan dat we dat hier opnemen met de iPhone. Maar het betekent toch al veel dat u zo een goede indruk heeft wat het kan betekenen. De grote markt in Mechelen, het stadhuis, jawel. Zou dat nog bestaan, restaurant Doog? Ik weet het niet. Ik zie Stafgestels, cafeetje, het klakkenhuisje daarachter. En onze Margarita van Oostenrijk. Jawel. De lichtjes aan. Voilà, dames en heren, beste thuisbioscoopliefhebbers. Dank u wel voor het kijken. Tot de volgende keer.